Aujourd'hui, la coalition contre la faim est avec Madame la ministre de la Coopération et du Développement, Myriam Khitir, pour visiter une ferme agroécologique. Pour nous, cette rencontre est importante car nous pensons que l'agroécologie doit être au cœur de la coopération belge au développement. Pas seulement pour lutter contre la faim dans le monde, mais aussi pour développer des systèmes alimentaires durables. Agroécologie is belangrijk omdat het zonder enige twijfel de wereld kan voeden, nu, maar ook in de toekomst. De toekomstige generaties kunnen, mits de vruchtbare bodems die we kunnen achterlaten door deze teeltmethodes, ook hun voedsel produceren en eten. Als we het op groot genoeg schaal zien, is het zeker ook een manier om de klimaatopwarming af te remmen. En een heel mooi neveneffect, ook heel belangrijk, is dat het de biodiversiteit in stand kan houden. Dat het toelaat dichter bij de natuur te leven en voedsel te telen. En dat voor iedereen, nu en later. Bonne nouvelle, la ministre s'est déjà prononcée en faveur de l'agroécologie. Dès lors, nous lui avons demandé quelles étaient ses priorités. Eén, ik neem agroecologie mee in alle programma's die we opstarten en zeker ook in het budget rond landbouw, waar ik naartoe streef om 15% te halen. Twee, we zullen onderzoek mee ondersteunen en daar financiën voor vrijmaken. En drie, op internationale fora onze stem laten klinken om agroecologie te ondersteunen.